We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de avonduren kunnen we verwachten dat er in bepaalde gebieden van het land lichte tot matige regenval zal zijn, misschien zelfs met wat onweer. Richting het einde van de nacht kan plaatselijk ook mist of nevel ontstaan. Morgen tijdens de dag zullen op sommige plekken in het kustgebied en ten zuiden van Suriname af en toe lichte tot mogelijk matige regenbuien voorkomen die mogelijk gepaard gaan met onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er mogelijk wateroverlast als gevolg van matige buien kunnen voorkomen in Paramaribo, Kommerwijnen en Wanica. En tot zover de lokale berichten in het journaal.